ga vanaf nu stoppen met dat vervelende welkom bij een nieuwe video. Want het is echt stom en het duurt lang, dus daar gaan we nu vanaf nu mee stoppen, oké? Ja, oké. Hoi! Vandaag ga ik 4 verschillende types bespreken die je op school tegenkomt. En voornamelijk op het hbo. Veel plezier met kijken en doe alvast een duimpje omhoog. Type nummer 1. De te jonge student. Omschrijving. Dit is de student die net van de middelbare school komt en die eigenlijk geen idee heeft dat het hbo toch wel even een stukje anders is dan de middelbare school. Leeftijd. 16, 17 of 18 jaar. Kleding. Het is in ieder geval iets van deze tijd, dus het zullen wel de trends zijn van tegenwoordig. Maar het kunnen ook van die typisch casual dingen zijn, zoals een spijkerbroek met shirts met dit en witte sneakers. Accessoire. Een telefoon is natuurlijk essentieel bij dit type. Agenda. De agenda staat vol met allemaal leuke feestjes in het weekend. En het is eigenlijk een beetje de typische student ook misschien wel. Allemaal lunchen met vriendinnen. En allemaal afspraken met oude middelbare school. Meiden. Type nummer 2. De te oude student. Omschrijving. Dit is een student die al ongeveer 30 opleidingen heeft gedaan. Of al een fulltime baan heeft. In ieder geval, deze gaat studeren tussen allemaal ongeveer de helft van diegene zijn leeftijd. Dit is overigens ook altijd degene waar wordt naar gekeken van, ben jij nu student of ben jij nu leraar? Leeftijd. Eigenlijk weet niemand dit, want dit is best wel een enigszins awkward vraag. Waarschijnlijk 40 plus. Kleding. Grote kans dat je moeder het zou dragen. Die kans is enigszins aanwezig. Ja. Accessoire. In ieder geval notitieblok. Want deze oudere studenten zijn meestal ook een stuk serieuzer. En die zijn gewoon echt wel, let's go for the study. Let's get a diploma. Agenda. Deze staat vol met allerlei verjaardagen van kinderen van vrienden van diegene. Met zakelijke meetings. En ook natuurlijk werk. Type 3. De uitstellende student. Omschrijving. Dit zijn gewoon de studenten die echt 3 weken lang niks doen en in de laatste week zich helemaal doodzweten omdat alle deadlines in één klap tegen je kop worden aangeklapt, waardoor diegene op het moment totaal geen sociaal leven meer heeft. Leeftijd. Dit is niet leeftijdsgebonden. Er zijn genoeg mensen die ik ken die allemaal uitsteller zijn. Kleding. Iets van chille kleding. Want uitstellers die zijn meestal chill. Die zitten lekker op de bank hun filmpje te kijken en dan ja, ineens moet je wel wat gaan doen en dan heb je niet meer je chille kleding. Accessoire. Uiteraard oortjes, want zolang je niks hoort kan je ook makkelijk uitstellen en dan hoef je nergens naar te luisteren. Hey. Dat was echt de meest logische beredenering ooit. Not. Agenda. Deze ziet eruit met in de eerste weken lekker veel rust, geen stress, misschien wat kleine opdrachtjes. Maar die laatste week is een en al paniek. En dan wil ik nu dat jullie in de reacties achterlaten wat jullie denken wat ik voor student ben. En laat dan ook gelijk even weten wat voor student jij bent. Dat was de video weer. Bedankt voor het kijken. Hieronder kan je de video checken van mij van vorige week over de eerste keren rebels doen op school-related gebied. En hier naast mij kan je een afspeellijst checken waarbij allemaal leuke video's van mijn YouTube-collega's zijn te zien. En hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een gloednieuwe video. Dat zeggen ze ook altijd. Wat is dat? Waarom is het een gloednieuwe? Tuurlijk is het nieuw, maar waarom gloed? Oké, bye. Doei!